Yes! Vandaag gaan we iets nieuws doen, mensen. Namelijk binnenkijken bij. Ik heb een tijdje geleden een oproep gedaan waarin ik vroeg: wie lijkt het leuk als ik bij jou kan binnenkijken? En ik heb leuke reacties gehad, onder andere van Rosa. En Rosa is blogger. Ze schrijft voor followfitgirls.com. Ze heeft haar eigen blog. En daarnaast is ze een vriendin van mij geworden. Dus ja, het leek me gewoon super leuk om deze serie bij haar te beginnen. Ze woont hier in de mooie Groningen. Dus ik ga mijn spullen erbij pakken. Let's go! Hey, hallo! Super gezellig dat ik hier mag binnenkijken bij jou. Ja, super leuk dat je komt binnenkijken. Ja, vertel even iets over jou. Hoe lang wonen jullie hier? We wonen hier al 7 jaar, mijn vriend Rutger en ik. En we wonen 8 hoog, dus we hebben heel mooi uitzicht hier naar buiten. En hoe zou jij jouw woonstijl omschrijven? Nou, mijn woonstijl is wel een beetje Scandinavisch. En ik kijk heel veel. Ik haal heel veel inspiratie uit Pinterest. En VT Wonen is mijn lievelingsprogramma. Yeah. Dat is heel erg leuk om in make-overs te kijken. En ja, daar haal ik ook heel veel inspiratie uit. Dus eigenlijk de nieuwste trends ook. Ja. Volg ik. Je volgt wel echt de woontrends ook. Ja. En wat is dan een woontrend die we nu in jouw huisje zien? Nou, veel groen planten. Ja. Yeah. En ja, de kleur. Ik heb net de muren een andere kleur gegeven. Ja, hele mooie kleur vind ik dat. En cactussen. Nou, ik weet niet of cactussen nog helemaal de trend zijn, maar ik ben wel fan van cactussen. Ja. En een beetje dat bruin, stoere leer. Ja, ja ik heb inderdaad ook wat stoer. Maar je bent ook wel van flamingo's, toch? Ja, even niet, ik heb de flamingo's een beetje weggehaald. Want dat, okay. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk, maar niet echt heel erg in mijn... Ik ben er wel een beetje van de roze af, want ik had eerder, toen ik nog op kamers woonde, mijn hele kamer roze. Yeah. En ja, vind ik wel heel erg leuk, maar mijn vriend houdt ook wel van een beetje stoer, dus de roze is wel een beetje eruit eigenlijk. Ja. Je ziet het nog wel in de kopjes en in de... Gewoon een beetje weer thuis. Ja, een beetje weer thuis. Maar die, eigenlijk is de roze wel vervangen door groen tinten. Het interieur, is dat iets wat jij bepaalt? Of wie doen jullie dat samen? Nou, eigenlijk heeft Rutger niet zoveel te zeggen. Ik vind ook eigenlijk alles wel mooi wat ik uitzoek. En als hij het niet mooi vindt, dan, nee, dan ben ik het er ook vaak wel mee eens. En dan denk ik van, nou, oké, dan doen we dat niet. Maar als ik nieuwe accessoires koop, heb ik wel de regel dat andere accessoires weer weg moeten. Anders vindt hij wil niet te druk. Nee. En ja, ik heb vind je dat dan moeilijk om dingen weg te doen? Nee, helemaal niet. Je houdt wel van verandering? Ik hou wel van verandering, ja. En voornamelijk grote meubels die blijven altijd wel een tijdje staan. Maar accessoires, daar verander ik wel vaak mee. Dus achter mijn kastjes vind je ook allemaal nog andere kleuren accessoires. Zoals roze. Ja, en dan wissel je dan van kleur ook, dat je een bepaald kleurthema een periode hebt? Of? Ja, klopt. Ja, ik heb nu echt een beetje dat groen en wit zie je altijd wel terug. En ik heb rosé-achtige kleuren toegevoegd. Ja. Die heb ik ook. Ja, die is leuk. Maar ja, daar verander ik dan nog wel eens in. Maar ik denk niet dat ik zo snel weer een andere lamp zou ophangen bijvoorbeeld. Nee, weer dus andere vaasjes en kaarsjes. Ja, klopt. Ja. Ja. En wat is jouw favoriete plek hier in het huis? Dat is hierachter, dat is de bank. Ik heb nu een nieuwe bank, dus ik ben vet blij mee. Ja. En een poef erbij en daar kan ik lekker mijn beentjes op leggen en dan lekker Netflixen. Ja. En ben je veel thuis eigenlijk? Ben je een beetje een huismus? Of, Ja, ik ben eigenlijk best wel een huismus. Als ik niet thuis ben, ben ik aan het sporten of aan het shoppen. Of op vakantie. Maar ik breng wel veel tijd door thuis. En ook op blogs maken, dan vind ik het lekker om daar in mijn hoekje leuke prulletjes neer te leggen en te fotograferen. Ja. Dat is echt wel mijn dingetje. Ja. Vind ik leuk. Heb je nog iets op je wishlist staan? Op het gebied van interieur? Nou, ik had dus een rotanstoel op mijn wishlist staan, maar mijn moeder belde vanochtend dat ze die heeft besteld. Oh, wat leuk! Dus ik ben helemaal blij, dus die komt later nog wel een keer dan op een foto. Voor de rest heb ik nog een kast in, hier in huis, die moet nog verbouwd worden. Dat gaat mijn broertje nog doen. En een inloopkast wil ik nog heel graag, maar dat past eigenlijk niet zo in dit huis, dus dan moeten we verhuizen. Ja, oké. We moeten ook weer een nieuw film maken. Ja, precies. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar nog even over je moeder, want ik hoor je wel vaker over je moeder, als het gaat om interieur. Die komt wel regelmatig met nieuwe dingetjes voor jou, toch? Ja, als je hier in mijn huis kijkt, is wel de helft ongeveer van wat mijn moeder erin brengt. Oh, ja. Mijn moeder die houdt ook heel erg van interieur en samen gaan we wel eens op pad. We zijn laatst ook een keer naar Eierkamp geweest.
En ja, mijn moeder heeft ook wel gevoel voor stijl. Dus die vindt het ook wel heel leuk om mijn huis een beetje aan te kleden. Dus die neemt geregeld wat leuks mee. Leuk! Ja, ja, dat is wel echt leuk. En ja, is het dan bij hen thuis ook helemaal volgens de laatste trend? Ja, ze hebben wel, maar ook wel antiek. Ja. Mijn moeder, daar houdt dan weer niet zo van. Maar ja, dat wordt ook wel weer de trend, merk ik. Ja. Er komen allemaal weer dingen van vroeger terug. We zijn hier nu bij jou. En jij bent natuurlijk net als ik ook heel erg gek op mode. Mm-hmm. Dus het lijkt mij leuk om deze binnenkijker te beginnen bij je kledingkast. Oké. Okay. Nou, ik heb hem net helemaal opgeruimd, dus de helft is weg. Nee. Oké, okay, hier is je kledingkast. Ja. Show me. Show me, oké. Okay. Nou, dit is deel 1. Oh, je hebt hem netjes, hé. Ja. Wauw. Ik heb laatst een heleboel weggedaan. Daar ben ik ook heel goed in, opruimen. Als er weer nieuwe dingen komen, dan weer wat uit. Ja. En kleding die ik langer dan 2 jaar niet draag, die heb ik ook allemaal weggedaan, want dat ga ik toch niet meer aan. Nee. Ik heb nog wel eens een miskoopje qua kleding, maar ja. Die verkopen we dan gewoon tijdens de blog het klasstuk. Ja, precies. Ja, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. In september is er in Groningen weer een blogger Closet Sale. En dan gaan Rosa en ik onze kleding verkopen. Yes. Dus dat is 24 september op de Amstel Diep in Groningen. Zet ik ook nog wel even in de omschrijving. Maar goed, jouw kledingkast. Wat zijn je favorieten? Heb je een paar favoriete items? Ik heb net deze nieuw. Dat is een heel leuk jurkje van Lofies. Leuk. Ik weet niet of ze hem kunnen zien zo. Maar daar ben ik echt helemaal verliefd op. Dus die gaat ook echt mee op vakantie straks. Ik ga naar Creta. Lekker. En deze heb ik van Marloe afgejat. Dat is een heel mooi, gewoon even blouseje blauw van de H&M. Yes. En die zag ik bij haar toen dacht ik, hé, die moet ik ook. Goeie basic. En wat ook echt mijn aankoopje is, mijn duurste item denk ik. Die is van Fabienne Chapeau. Heel mooi blouseje. Ja, die is echt super tof. Daar ben ik ook echt super blij mee. En nou, onderin heb ik wat schoenen. Nog een deel van mijn kast. En hierboven heb ik lekker allemaal warme truien. Ik heb deze van de H&M in de sale gekocht. Hij is wel heel erg groot, maar ik hou hem van een beetje oversized. Lekker voor op het strand, 's avonds, lekker warm. Ik dacht, nou die neem ik mee. Je ziet heel veel streepjes in mijn kast, want ik ben dol op streepjes. En hier allemaal leuke t-shirtjes. En dit is ook nog een leuke aankoop, die kocht ik ook in de sale van Bershka. Leuke jumpsuitje. Allemaal lijstjes op één muur, vond ik super leuk. En ik heb verschillende lijstjes van IKEA. En ik vind quotes heel leuk, dus je ziet heel veel quotes. En mijn vriend komt van Texel en mijn vader van Ameland. En ik ben heel graag op de Waddeneilanden, dus we hebben ook wat foto's van het strand. Ik krijg nu ook allemaal weer nieuwe blaadjes aan. Deze was vorige week nog helemaal opgekruld en die is nu alweer helemaal nieuw. Hier heb ik nog een do-it-yourself. Dat is gewoon een houtblokje en daar heeft mijn vader een paar gaatjes in geboord. En daar verzamel ik allemaal veertjes in. Nou, zoals jullie zien is dit eigenlijk de werkkamer en hier heb ik een behandelbank. Ik heb nu 2 cursussen massage gedaan en dat vind ik ontzettend leuk om vriendinnen en vrienden te masseren. En dit is de keuken. Supermooi. Dit is echt Rutgers domein. Hij is chefkok, dus ja, hij wil het eerste wat eigenlijk met onze verbouwing te sprake kwam is de keuken. Ja, je moet natuurlijk wel chefkok aardig zijn. Ja, dus we hebben ook alles van Smeg, een grote fornuis. We kunnen gewoon 4 pizza's tegelijk in. En we hebben ook een Smeg koelkast en een Smeg vaatwasser. En alles wat je in de keuken nodig hebt, dat staat hier. Yay, dat was hem! Yes. De eerste binnenkijkervideo bij jou. Ja, ik vond het super leuk. Heel erg bedankt. Ik vond het ook echt heel leuk om te doen. Ik hoop jullie ook. Mochten jullie nog vragen hebben aan Rosa over haar huisje? Ja, stel ze gerust. Ik beantwoord ze allemaal heel graag. Of mogen er ook andere vragen gesteld worden? Ja hoor, ik mag alles wel weten. En mocht je het leuk vinden dat ik bij jou thuis kom binnenkijken, laat het ook even weten in de reactie. En wie weet ben ik dan in de volgende video bij jou. Dankjewel voor het kijken. Doeg!